vriend waarmee ik was, die dacht dat ik hem wilde aanvallen. Dus die heeft zichzelf opgesloten op zijn kamer. Bij mij was het alsof ik in de eeuwigheid leefde. Van wie kan je beter leren over drugs dan van de mensen die er het meest van weten? In Drugspers delen gebruikers en experts hun ervaringen en belangrijkste tips en tricks. Op deze manier word je bijgepraat over het gebruiken van drugs. Want drugs gebruiken is leuk, maar alleen als je het op een veilige manier doet. En in deze aflevering praten we over bedgaan. Als je drugs gebruikt, en zeker als je tripmiddelen gebruikt, dan moet je je voorstellen dat eigenlijk alles versterkt wordt. En dat kunnen hele fijne gevoelens zijn. Het kan zijn dat je lekker in je vel zit, dan kan dat een hele leuke ervaring zijn. Maar ook negatieve emoties, als je eigenlijk bang bent, als je veel stress hebt, als je ergens zorgen over maakt, of als je dingen hebt meegemaakt die je nog niet zo goed verwerkt hebt, dan ook dat kan naar boven komen en dat kan versterkt worden. En eigenlijk als dat gebeurt, dan kunnen mensen er heel bang van worden. En dat is meestal wat we dan een bad trip noemen. Ja, ik ben zeker wel eens een paar keer bad gegaan, maar dat komt ook met drugslast. Heb ik volgens mij 39 verschillende soorten drugs gedaan. Ik ben eigenlijk 2 keer heel erg bad gegaan op drugs. Ik ben bad gegaan op het eten van een wietburger. dat was voor spuiten en slikken en echt vreselijk. Ik ben ook een keer bad gegaan op GHB en ik ben ook een keer bad gegaan op ketamine. Dat was het. Nee, meestal ga ik gewoon even 10 seconden naar bed in mijn hoofd en dan denk ik gewoon van oké, je hebt drugs gebruikt en je voelt je even slecht, maar adem in, adem uit en dan ben ik er weer. De eerste keer was toen een goede vriend waar ik mee samen woonde kwam thuis. We hebben toen brownies gebakken en nou ja, zoals je weet, het duurt vaak heel lang voordat het begint in te werken. Maar op een gegeven moment begint het in te werken en ik heb het idee alsof ik aan het vliegen ben en ik krijg een lachkick, maar het wordt steeds gekker en steeds oncontroleerbaarder en steeds vager. Ja, de enige keren dat ik echt kan herinneren dat ik bad ben gegaan was gewoon altijd met blowen. En dan was het dat ik gewoon in een groep mensen zat, maar dat ik gewoon niet meer met hun in contact kon zijn. En dan zit ik gewoon een soort van in mijn eigen kokon en dan sta ik gewoon een beetje voor me uit en dan zeg ik niks meer. Het duurt dus nooit heel lang, dus mensen hebben het nooit door om me heen dat ik bad ga of zo. Op een gegeven moment begin ik dus ook hele rare gedachten te krijgen. Zo van, oh ja, er gaat ingebroken worden in mijn huis, dus ik moet van alles verplaatsen. En de vriend waarmee ik was, die dacht dat ik hem wilde aanvallen. Dus die heeft zichzelf opgesloten op zijn kamer. Bij mij was het alsof ik in de eeuwigheid leefde en dat de tijd maar niet vooruit ging. En ik werd soms zo bang ineens, omdat ik gewoon niet wist wat me overkwam. Wat je kan doen als je fout gaat op drugs, laat het vrienden weten en zoek rust en ruimte op. Ga weg uit het geluid, ga weg uit de drukte en probeer even tot jezelf te komen. Ben je op een feest en voel je niet lekker, ga absoluut naar de EHBO toe. Ik ben dan weer zo iemand die dan denkt van ja, ik ga het niet tegen de rest zijn, want dan raakt die weer in paniek en zo. Maar het is gewoon het beste om met iemand erover te hebben, want diegene kan je geruststellen, kan je mee praten, zeker als het een vriend of vriendin is. Of misschien wel je ouders als die thuis zijn. Ik weet niet of je dat chill vindt, maar toch probeer wel naar iemand toe te gaan. Ja, ik weet nog dat toen ik een beetje bad ging, dus dat ik dan heel erg aan het controleren was de hele tijd bij mijn goede vriend. Gaat dit een keer voorbij? Is het al bijna klaar? Weet je wel, de hele tijd checken van, oh ja, komt dit wel goed? En dan zei hij van, ja, tuurlijk joh, dat komt helemaal goed. Oh ja, komt dit wel goed? Weet je wel, dus elke keer weer, oh ja, de hele tijd die reality checks doen als het ware om de controle een beetje vast te houden. En dat hield me dan wel rustig, maar ja, 2 minuten later kon je weer helemaal in de angst schieten. Als je slecht gaat op een feestje en je voelt je echt niet lekker, is er vaak een EHBO-post aanwezig, gelukkig maar. Misschien ben je dan wel bang om daarheen te gaan, maar dat is niet nodig. De EHBO-mensen die daar zijn, zijn ten eerste gewoon bezig met jouw gezondheid. En die willen gewoon kijken hoe het met jou gaat en die willen ook gewoon weten wat je hebt gebruikt. Het is belangrijk om eerlijk te zijn tegen die EHBO-mensen. Daarnaast ben je ook niet strafbaar, want het gebruik van drugs is niet strafbaar. Ja, van de 3 soorten drugs die je dan hebt, dus de uppers, downers en psychedelica, vind ik eigenlijk de psychedelica het lastigste, omdat die voor mij heel moeilijk stuurbaar zijn en ik word er vaak een beetje oncomfortabel van. Dus die probeer ik eigenlijk vaak een beetje te vermijden. Ik doe geen ecstasy meer. Ik ga daar zo slecht op, maar meer slecht op dat ik zo hard ga spacen. Coke. Ik haat coke. Het brengt je niks, weet je wel. Het is gewoon echt een ticket naar
de afgrond in mijn oog. Ayahuasca vind ik echt heel grimmig en eng en durf ik eigenlijk niet zo goed. Als je je zorgen maakt over hoe het effect zal zijn van een drug of dat de avond wel leuk gaat worden als je onder invloed bent en zeker als je bang bent dat je bang gaat worden of dat je helemaal in een bad trip raakt, dan is die kans vele malen groter en is ook echt het advies om het dan dus gewoon niet te doen. Als iemand bij me in de buurt slecht gaat, dan probeer ik diegene een beetje af te zonderen op een fijn plekje. Dan probeer ik gewoon heel rustig te blijven en dan zeg ik ook van hé, het komt gewoon door de drugs. Omdat ik drugs heb gedaan, denkt iedereen dat ik heel veel weet over drugs, over bed gaan. Ik weet wel veel, maar ik ben geen arts of zo. Meestal vraag ik gewoon aan diegene wat er is en vaak is het zoiets van een hyperfocus, heb ik het idee. Dus dan probeer ik altijd diegene's beeld een beetje te vergroten, dus uit te zoomen, want dan vaak zeggen mensen van oh, ik voel me zo misselijk of ik voel me slecht. En dan alleen maar al als je zegt van ja, maar ben je echt misselijk of is het alleen de gedachte dat je misselijk bent? En dan is het heel vaak zo van oh ja. Ik probeer wel gewoon bij mijn vrienden altijd gewoon wel te doen wat ik moet doen, gewoon chill blijven, gewoon rustig, kalm. Maar zoals ik al zei, ik ben geen arts, dus ik kan er niet voor zorgen dat jij in één keer nu niet meer bed gaat. Ja, probeer gewoon iemand op zijn gemak te stellen. Dus ga even bij diegene zitten, knuffel diegene, ga iets lekkers te drinken halen. Ja, gewoon de nadruk weghalen van dat slechte en dan de nadruk leggen op alles wat goed is. En op het feit dat je drugs hebt gebruikt en dat het dus ook weer voorbij gaat. Zet een fijn muziekje op waar diegene van houdt en blijf praten. Gewoon goed gevoel blijven geven. Blijven praten en gewoon lief zijn, liefde geven. Je moet juist niet de angst versterken door te gaan vragen van oh, wat voel je dan? Oh, gaat niet goed met jou, hè? Weet je, als je dat gaat doen, ja dan. Of wordt de angst alleen maar groter. Wat je absoluut niet moet doen als je fout gaat of als je iemand fout ziet gaan, is extra of meer drugs gaan gebruiken. Dat zorgt alleen maar voor dat de negatieve effecten vergroot worden. Tripmiddelen kunnen door hun effect een psychose triggeren. Het kan zijn dat als je daar gevoelig voor bent, dat het gebruik van drugs, eigenlijk alle drugs, maar ook bijvoorbeeld chronisch slaaptekort, dat je daardoor een psychose kunt triggeren. Maar daar moet je dus wel een gevoeligheid voor hebben.